De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO heeft vandaag een geavanceerde microscoop geschonken aan de dermatologische dienst. PAHO-vertegenwoordiger Itadis Jibre overhandigde in het bijzijn van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid het medisch apparaat aan het hoofd van het lepra-bestrijdingsprogramma, de dermatoloog Karin Siupersat. Volgens Jibre ondersteunt de PAHO graag het Neglected Tropical Disease Program, het verwaarloosde tropische ziektenprogramma in Suriname. De microscoop is bestemd voor schimmel, parasiet en bacterieonderzoek. Siupersat is blij met deze geste, die volgens haar zal helpen de dienstverlening naar de cliënt toe te verbeteren. Voor de dermatologische dienst is dit een mooi moment met dit welkome equipment, zei minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij bedankte de PAHO voor de bijdrage die zij elke keer weer levert ten behoeve van de gezondheidszorg in Suriname.